Welkom bij Volvo Car Nederland. Mijn naam is Auke van Andel en in deze video leg ik uit hoe je aan de hand van de drive modus het gebruik van een plug-in hybride kunt beïnvloeden. Drive modes. Jouw Volvo plug-in hybride kent diverse zogenaamde drive modes. Hiermee kun je het rijgedrag van jouw auto aanpassen. Allereerst is er de pure mode. Hiermee krijgt het rijden op de elektromotor prioriteit. Alleen bij een bijna lege accu of een grote vermogensvraag zal de benzinemotor gebruikt worden. De hybrid mode bepaalt zelf de optimale mix tussen de elektromotor en de benzinemotor. In de power modus wordt de prioriteit gegeven aan het vermogen en zijn beide motoren tegelijkertijd actief. Ook de transmissie, de gasrespons, geven prioriteit aan het leveren van de prestaties. Dan is er nog individual modus, waar u nu zelf diverse instellingen zoals het stuurgedrag, remmen en gasrespons kunt bepalen. Tot slot is er een ABD-modus die prioriteit geeft aan vierwielaandrijving en grip. Beide motoren zijn tegelijkertijd actief. Nu is er echter de respons van de motor en transmissie aangepast voor maximale tractie. De accu van je plug-in hybride is nooit helemaal leeg. Er is altijd een restcapaciteit beschikbaar om gebruik te maken van bijvoorbeeld de power-modus of de ABD-modus. Bij afremmen wordt energie teruggewonnen en opgeslagen in de accu. Tevens kan de auto de accu bijladen met de benzinemotor om gebruik te blijven maken van de elektromotor. Hold en charge functie. Naast de drive modes kun je ook de hold en charge functies gebruiken. De hold functie houdt het actuele laadniveau van de accu vast. Dit is handig wanneer je later een stadsrit maakt en bijvoorbeeld emissievrij wilt rijden. De charge functie kan de accu door middel van de benzinemotor volledig opladen. Hiermee kan je de energie vrijmaken om later een volledig elektrische rit te maken. Tot slot, voor meer informatie raadpleeg de Volvo Manual app, volvocars.nl/support of de Volvo dealer.